Champs. Deze man heeft eigenlijk geen introductie nodig. Laten we de symbol op ze gooien. Dan weet je het al, man. De Archangel. Hij staat hier naast me, Pieter Buijs. Hoe is het met je? Ja, super, man. Lekker een trainingskamp. 17 november weer vlammen. Dus even wat recht zetten. Goed om jou weer te zien, man. It's been a while, hè? Ja, man. Ja, veel thuis en veel trainen, hè. Meer doen we niet. Nee. Jij bent thuis, slapen, eat, sleep, repeat. Meer doen we niet. Ik heb geen leven. Je hebt een heel mooi gezinnetje nog. Prachtig, man. Ja, 2 kids. Daarom kan je niet klagen, toch? Jij bent een van die vechters die ik volg op social media die altijd bezig is met zijn kids. Jij stopt er heel veel tijd in. Mooi om te zien. Ja. Kijk, toen ik begon, deed je het natuurlijk voor jezelf, maar nu heb je 2 kinderen, je hebt een gezin. Ja, dan moet ook een voorbeeld zijn, toch? En ik wil gewoon kampioen worden, dus we gaan dat doen. Ja, dat roep je al een tijdje en dat ga jij ook worden. Wat ik je zeg, we hebben elkaar een tijdje niet gezien, maar dat betekent niet dat jij hebt stilgezeten, man. Je bent van organisatie geswitcht, je hebt je debuut alweer gemaakt voor Bellator. Vertel even de stand van zaken nu. Nu stand van zaken, nummer 8 heb ik een goede pak slaag gegeven. Nipt verloren punten. Nu gaan we nummer 10 eruit tikken. Deze gaan we echt eruit halen. Weet je, ik had nadat ik bij One ging, had ik mijn voorste kruisband afgescheurd. Dus was even een lange revalidatie. En 16 juni had ik mijn debuut tegen de nummer 8. Dat was echt een close fight, lekker harde fight. Die jongen heeft net iets meer op de bepaalde scorebord gedaan, maar als je de statistieken zag dat ik meer striking, meer damage had gedaan. Meer damage, hè? Dus het kon 2 kanten op gaan, maar patch af naar hem, maar ik kom nog wel tegen. Maar eerst focus op Archie Culligan in Chicago, 17 november. Okay. En dan de nummer 10, die gaan we eruit tikken. Dat is gewoon duidelijk, hè? Duidelijk. Wat ik mooi vind, als hij vecht, kijken wij met Champs Talk echt letterlijk bakkie chips op tafel, wat te drinken. We zitten met z'n allen te kijken naar de Archangel. Maar wat jij bent niet iemand die zoekt naar excuses, maar je hebt shit meegemaakt voor je debuut in Bellator. Er gebeurde heel veel, maar daar hoor je jou nooit over praten. Nee, weet je, het is, je moet je focussen op het positieve. Ja. Weet je, ik denk in oplossingen, niet in problemen. Ja. Weet je, wat er is gebeurd. We hadden een probleem en dan kan je 2 dingen mee doen. Of je pakt er iets positiefs uit of je maakt er iets negatiefs van. En ik haal er altijd positief uit. Maar ik bedoel, als je het over pech hebt, je hebt echt veel shit over je heen gehad. Dan heb ik niet eens over die coronatijdperk gehad. En je moest nog switchen, je werd een beetje gedwarsboomd links en rechts. Ja. En dan maar je hoofd in focus houden, knap. Ja, maar dat is het. Je moet een gameplan hebben. Niet alleen voor een gevecht, maar ook in het leven. Aha. Dus in mijn hoofd is gewoon de ultieme doel de titel pakken. En maar zelfs dan heb ik al doelen daarvoor. Daarna bedoel ik. Dus als ik die titel heb, wil ik hem nog minimaal 7 of 8 keer verdedigen. En daarna heb ik zelfs daarna weer plannen voor. Ik probeer het een paar stappen voor te zijn dan op de rest, zeg maar. Dus ook met deze partij probeer ik ook een paar stappen voor te zijn. We zijn met dingen om mezelf te verbeteren. Het is net als leven, je bent nooit goed genoeg. Je streeft voor perfectie, wetende dat het niet haalbaar is, maar toch ga je ervoor. Dus dat is wat ik dagelijks doe. Is filosofie, man, dit. Mooi gezegd. Leven is eigenlijk, vechten is een metafoor voor leven. Dat is wat je eigenlijk zegt. Mooi. Ja, vechten, hoe je het went, verkeerd. Je kan stoer doen in de gym. Je kan zeggen dat je 20 keer hebt getraind, maar wanneer je daar staat, dan komt alles naar boven. Dan komt de waarheid naar boven. Die druk, voel je nog steeds druk op je schouders? Ja, je bent natuurlijk inmiddels een doorgewinterde prof. Maar tussen One Championship en Bellator zat een lange tijd. Ja. Ringroest, geloof jij daarin? Nee, ik had er niet echt last van. Nee? Ik had zelfs dat ik daar stond, ik denk, yo, ik zie de Amerikaanse publiek. 15.000 mensen gingen helemaal uit hun plaat. Ik denk, fuck. Toen hoorde ik in één keer, are you ready? Are you ready? Oh shit, ik moet vechten. Fuck, oh yeah, oh fuck. Oké, let's go. Dus ja, nee, ik heb niet echt last van ringroest. Ik heb ook superveel ervaring in de vechtsport. Dus voor mij was het gewoon eventjes. Natuurlijk in het begin denk je, oké, het was ook lang geleden dat ik een weightcut had gedaan. Bij One mocht ik niet weightcutten. Dus nu mocht ik weer naar 70 kilo. Voel ik me ook veel beter op. Wat ik nu moet doen, doorstaan. Dus ringroest, nee, niet echt last van gehad. Kortom. Nee, mooi man. Ik vond het echt mooi om jou weer in actie te zien. Het is natuurlijk ook de organisatie waar een paar andere Nederlanders vechten. Zoals een Costello van Stenis, Gekko Mousasi. Denise. Ja. Denise moet ook vechten op die kaart trouwens. Ja. Oké, Denise Kiewoldz, Miss Dynamite. Ja, ik moet ook knokken, dus de Nederlandse delegatie is goed vertegenwoordigd daar. Maar ik, 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 heb, ik,
Nee, ik voel niet echt bepaalde druk of zo, of wat dan ook. Ik geniet gewoon. Ik weet wat ik kan, ik ken mijn positie, ik weet wat ik waard ben en zo ga ik ook mijn eigen gedragen en handelen. Ik blijf bescheiden natuurlijk, maar ik weet gewoon, ik ben de beste. Aha. En dat moet gewoon eruit komen. En dat is gewoon op die dag daar zelf ga ik het eruit laten komen, zo simpel is het. Je blik verandert ook gelijk. Ja, gelijk. Knallen, maar. Vandaag nog, over vandaag gesproken, we zijn bij de Cage Warriors Lowlands Academy, ja. Nummertje 7 alweer. Er is altijd een hele fijne sfeer in Eindhoven. En ondanks het feit dat jij en een gezin hebt en hard aan het trainen bent en druk bent, je bent hier natuurlijk om jouw vechters te supporten. Ja, van de vechters van ons team, Combat Brothers. Je kan niet alleen maar nemen, je moet ook teruggeven. Weet je, 4 jongens van ons moeten vechten. Weet je, Reinier en Haroon staan altijd klaar voor mij. Dus ze vroegen ook van, kan je ook even vandaag mee? Zeker, natuurlijk. En deze jongens die nu moeten vechten, die helpen mij ook in de voorbereiding. En daarmee groeien ze zelf ook. Dus voor hun is het ook een fijne steun in de rug dat een ik of een Reinier er is voor hun. Weet je, toch? We hoeven niet sterren, we hebben geen sterren. Weet je, toch? Ook al hebben we heel veel bereikt in onze carrière. Zeg nog niks. Dat betekent niet dat ik beter ben dan de rest. Dus ik vind gewoon, moet steentje bijdragen. En als ik die jongens daarmee kan helpen met petsen, met mentale steun of morale steun, hoe je het wilt noemen, dan doe ik dat. Ik zit natuurlijk even thuis knokken met de thuisfront van, yo, ik moet weg. En dan... Maar uiteindelijk lukt het me om toch elke keer te komen. En dan kan ik die jongens ook helpen. En het thuisfront begrijpt het ook wel. Het mooie is dus, is dat Combat Brothers het stukje Brothers heel serieus neemt. Ja, het is familie. We zijn echt familie. Family, ja. Weet je, net heeft Ramzi gevochten. Echt een beukpartij was het. Helaas verloren. Ja, dat doet pijn, man. Maar ja, Ricardo had daarvoor gevochten. Die had gewoon op knockout eerste ronde. Ja, daar ben je super blij voor die gast. Dus je draagt die emotie mee. Ik voel die zenuwen. Ik voel die stress. Dat is wel mooi. Dat is gewoon heerlijk, man. Dat hoort bij deze sport. Dat verbroedert ook. Kijk hoe iedereen met elkaar omgaat hier. Iedereen is super chill met elkaar, iedereen heeft er zin in, iedereen komt voor mooie knokpartijen, maar je ziet het, eentje wint, eentje verliest, maar nog steeds allebei krijgen ze een applaus, respect wordt getoond van, want je laat zien dat jij eigenlijk alles daar laat in die kooi. Ja. En mensen respecteren, en dat is het mooie van deze sport, vind ik. Nee, het komt sterk naar voren, sterk tot uitingen, dat familiaire van Combat Brothers. En een aantal jaren geleden stond jij hier ook naast me en toen zei jij, let nou op deze man. Duracell, Brian Soliana is mijn jongere broertje. En vandaag Cage Warriors, Lowland 7, wie is de main event? Brian, ik zei het toch. Je zei het toch? Hij is de shit, ouwe. Ik zeg gewoon eerlijk. Kom, Walid moet ook nog, Walid is ook echt de shit. Maar Brian, eerste hoofdpartij en eerste pro-partij. Ik ben fucking trots op die jongens. Allemaal, meen ik serieus. Ik ben echt trots op hen. Ja, mooi om te zien. Ik denk dat zij ook echt blij zijn dat ze legends zoals jou, zoals Grapple, Koning, Reinier de Ridder, Haroon natuurlijk van Combat Brothers, dat ze allemaal bij je staan. Dat is dat, wat ik zeg, dat tekent jullie. Je bent een druk bezette man. Ik ga je niet langer ophouden. We gaan sowieso naar je fight kijken voordat we weggaan. Jouw tegenstander ga jij recht in die lens even aanspreken en we gaan hem even aanpakken. Fuck you. Dat was heel kort. Ja, ik heb niks alles. Klaar, duidelijk. Ja, sorry. Oes. Jamstalk, als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Jamstalk, ouwe hoeren zonder rem op de klok. Jamstalk, voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk.